Oké, Ivo. Nou, eindelijk het moment suprême. We gaan laten zien inderdaad hoe we ze gaan klaarmaken, Ivo. We beginnen natuurlijk gewoon om de stokjes op de barbecue te leggen. Maar alvorens we dat doen, is het misschien wel belangrijk om te vertellen inderdaad, waar letten we op voordat we ze eigenlijk erop leggen. Ja, nou, wat heel belangrijk is, is dat je zelf je keuze maakt of je houtskool of briketten gebruikt. Maar altijd zorg dat het niet te veel is. Want je ziet natuurlijk dat er wat vet bij de arrosticini zit. En dat gaat natuurlijk op een gegeven moment druipen en dan krijg je vuur. Je moet zorgen dat je briketten of je houtskool lekker doorgebrand is en een beetje wit gewoon gloeit. En dan uiteindelijk kun je lekker bakken. Nou, je ziet ook dat het vlees precies past op de barbecue. Het vlees zit tussen, eigenlijk precies boven het vuur, boven de vuurbron. En ddat heeft ook weer zijn weerslag op de stokjes, dat die niet verbranden. Want dat is natuurlijk wel handig, dat je dat op die manier doet. Ja, onze stokjes zijn inderdaad van machinaal berkenhout. Misschien ook niet onbelangrijk om even te vermelden. En inderdaad, de barbecue is ook zo gemaakt inderdaad, dat het stokje er ook buiten valt. Maar als je nou te veel vuur gebruikt, dan gaan de stokjes wel de fik in. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, we krijgen toch al de vraag van ja, en mijn hamburger dan? Kan ik het die niet opleggen? Jawel, we hebben natuurlijk een bijpassend rooster waarin je je stukje vis of een hamburger eventueel ook op de barbecue kunt leggen. Ja, nou ja, je ziet nou dit model. Maar we hebben op onze website, moet je maar eens kijken, een heel assortiment aan verschillende soorten barbecues. Dubbelwandig, enkelwandig, voor houtskool, maar ook elektrisch. En zelfs modellen die automatisch ronddraaien. Dat is natuurlijk helemaal tof. Ja. Dat je uiteindelijk de stokjes gelijkmatig kunt laten bewegen. En jij ondertussen met een wijntje of een biertje ook lekker door kan met je bakken. Het is wel belangrijk dat je blijft draaien bij deze variant. Ja. Nou, en wat ook leuk is, in Italië, wat we vaak zien, er zijn verschillende technieken om dat draaien te doen. Je kan ze één voor één doen, als Eddie nu doet. Maar als ze op grote festivals staan, dan gaat het in één keer. En dan kun je ook wat makkelijker, wat meerdere stokjes doen. Hoe lang? Nou, dat is een beetje afhankelijk, hè. We hebben ze nu bevroren opgelegd. Ja. Nou, dan heeft het even tijd nodig om te ontdooien. Dat is een minuutje meestal. En dan heb je nog 5-6 minuutjes nodig om het lekker rosé te houden. Daar houden wij van. Precies. Je kan het iets verder doorbakken, maar dat raden we niet aan. Maar in totaal ook afhankelijk van hoe je vuur hebt. Zo binnen 6 tot 8 minuten heb je heerlijke stokjes. En ze zijn natuurlijk maar klein, hè? Dus je eet er zo een stuk of 5, 6, 10 weg. Inderdaad. En je moet af en toe wel blijven draaien. Dat is belangrijk. Afhankelijk daarvan kun je eventueel al wel wat zout erop gooien. Hè? Ja. Tijdens het bakken. Maar eigenlijk is het niet nodig. Hè? Want zoals we al zeiden, we gebruiken eigenlijk helemaal niets. Geen geur, kleur en smaakstoffen. Puur natuur, puur alleen de vlees maken. En het is de combinatie van het vlees en het vet die ervoor zorgt dat je het gewoon zo'n oorspronkelijke natuurlijke smaak krijgt. Ja. Ja, je ziet ook wel mensen die hebben soms zoiets van, er zit best wel veel vet tussen. Ja. Maar dat is voor de smaak, zoals jij zegt. Maar dat is ook wat de malsheid brengt. En je zult ook zien dat een deel van het vet gewoon lekker smelt. Ja. En juist ook die specifieke smaak geeft. Goed. We zijn inmiddels een minuut of 6-7 verder en de arrosticini is klaar. En dan is het ook de bedoeling dat je ze er snel vanaf haalt. Ze moeten wel gewoon lekker heet gegeten worden. Dus we leggen ze op een bordje. Vervolgens. Ja, lekker veel zout. Dat kan gewoon keukenzout zijn, zeezout. Ga lekker experimenteren met allerlei soorten zout en kruiden als je wil. Maar dit is het basisrecept. Zout op je arrosticini. Nou, en dan aan jou de eer om wat te eten. Oké, nou, je eet ze dus gewoon uit het handje. En belangrijk is dat je ze niet zo in je mond steekt, maar dat je ze zo in je mond steekt. Lekker. Ja. Lekker mals. En je ziet ook die stukjes vet die een klein beetje geslonken zijn, maar juist die extra smaak geven. We mogen niet met volle mond praten. Hè? In Italië wel trouwens, hè? Doen ze dat gewoon. Okay. Kijk, dit is peperoncino. Dit is gewoon gemaakt van olijfolie met peperkruiden. Of gedroogde rode pepers. Gedroogde rode pepers. En degene die dus wat meer van pittig houden, dat gooien we er gewoon wat peperoncino overheen.
Ja, en op Broedzo staan deze flessen of potjes staan gewoon op de tafels en die doen ze ook lekker over de pasta. Je kan heel makkelijk zelf te maken met gedroogde rode pepers en een mooie extra vierge olijfolie erbij. En je kunt hem zo pittig maken als je zelf wil. Ja? Lekker pittig, hoor. Ja? Nou, het geeft een extra bite, hè? Ja, ja. Lekker een wijntje erbij, of biertje. Zou niet verkeerd zijn, hè? Tegenwoordig heb je al Italiaanse producten hier natuurlijk. Peroni en Moretti. Maar ook Montepulciano d'Abruzzo, hè? Dus die rode wijn uit de streek. Lekker koel drinken, even in de koelkast. En dan erbij, heerlijk. Nu alleen het goede bier nog, hè? Komt wel. Oké.